voetbalscheidsrechter Jiri Berks heeft een bijzondere foto met Neymar Junior. Hij mocht 3 jaar geleden fluiten op een voetbaltoernooi in Brazilië en daar greep hij zijn moment. Voor de aanvang van de finale wedstrijd stond ik dus naast Neymar op het Neymar Juniors 5 toernooi. Dat is wel redelijk gekend in Brazilië. Alle jongeren uit de buurt die komen er naartoe. Voor de finale wedstrijden komt Neymar met een zwarte privéhelikopter. Al die kinderen die zitten er ook naar te kijken en te scanderen. Neymar, Neymar. Maar iedereen wil die ontmoeten. Iedereen gaat tot aan die hekken proberen een foto te versieren met hem. Als de finale wedstrijd dan effectief moet beginnen, dan doen we eigenlijk een line-up voor de toeschouwers. En op dat moment sta ik dan naast Neymar. Uiteraard, als scheidsrechter probeer ik dan zo neutraal mogelijk te blijven en zelf niet laten zien van kijk, ik ben hier onder indruk dat Neymar naast mij staat. Maar toch van binnen is er zoiets van, amai zeg, ik mag hier ernaast staan, dat is fantastisch. En hopelijk gebeurt er iets onvergetelijks. Ja, en op een gegeven moment krijg ik dus een panna van hem, dus een bal tussen mijn benen gespeeld. Normaal gezien zouden we dat niet leuk vinden om dat te krijgen, maar ik kon het hier wel appreciëren. Achteraf was ik aan het denken, ja, had ik daar misschien beter een gele kaart gegeven, had dat misschien nog hilarischer geweest. Maar uiteindelijk ben ik heel opgelucht geweest na het laatste fluitsignaal, dat supergoed gegaan is. En dan die foto met Neymar, ja, dat is een kers op de taart.